Bedankt, voorzitter. Meneer de minister, beste collega's. Het is vandaag een heugelijke dag. Het is niet alleen een heugelijke dag omdat de zon zo mooi schijnt, maar vandaag is ook de dag dat onze... Ja, nu juist niet. Maar vandaag is ook de dag dat onze horeca volledig heropent. Onze fitnesscentra, die openen terug de deuren. Cultuurcentra mogen terug Vlaamse cultuurliefhebbers verwelkomen. Allee, enzovoort. We zetten eigenlijk vandaag terug stappen richting het normale leven. En laat ons allemaal hopen dat de maatregelen die we hebben meegemaakt, dat we die nooit nog moeten ondergaan. Maar natuurlijk zijn er vandaag ook nog maatregelen aan de orde. Zeker in de gesloten ruimtes van onder meer de horeca en de fitnesscentra. Je moet bijvoorbeeld een mondmasker dragen als je je verplaatst, maar niet meer als je in de horeca aan tafel zit met 4 personen of in de fitness aan een toestel. Daar moet dat niet meer. En dat brengt mij naar uw beleidsveld, meneer de minister, want het lijkt me toch dat de regels in het onderwijs een pak strenger zijn dan die in de rest van de maatschappij. Een van de meest frappante voorbeelden is het verplicht dragen van een mondmasker tijdens een examen. Nu herinner ik me nog goed uit mijn tijd, het is niet zo lang geleden, dat ik tijdens een examen alleen aan een tafel zat en daar ook niet communiceerde met mijn medeleerlingen. Dat betekent dus, in tegenstelling tot de horeca, waar men geen mondmasker mee moet dragen en met 4 aan tafel zit, dat men in een examenlokaal alleen zit, wel een mondmasker moet dragen en men communiceert niet, zodanig dat er geen verspreiding is van of minder van viruspartikeltjes. Dat zeggen niet enkel wij, dat zeggen niet enkel de Vlaamse scholierenkoepel, maar dat zeggen zelfs verschillende virologen. En mijn vraag is dus even belangrijk als dat ze eenvoudig is. Bent u bereid om in te gaan op onze vraag en die van de Vlaamse scholierenkoepel om nu nog in te grijpen en de mondmaskerplicht tijdens de examens voor scholieren om die af te schaffen? Dank minister voor uw antwoord. Nu, uiteraard zal daar wel een causaal verband in zitten, maar er is wel een groot verschil tussen het deelnemen aan lessen of het maken van een examen. Dat is nu net wat ik probeerde benadrukken. Het is nog enorm bizar, allee, diezelfde. U zegt ja, het zal voor verwarring zorgen als men op het ene moment het wel mag uit, een ander moment niet. Maar dat kun je doortrekken naar heel de samenleving natuurlijk. Als diezelfde scholier een examen van 4 uur wiskunde heeft moeten doen en daarna op café gaat om even te ontspannen, ja, in die laatste situatie moet hij dan geen mondmasker dragen, terwijl in de eerste situatie, waar alle zuurstof voor zijn of haar hersenen ongetwijfeld brood nodig is, ja, daar mag dat dan niet afgezet worden. Dat is toch op zijn minst bizar te noemen. Deze voormiddag communiceerde u dat gezien de verwachte vaccinatiegraad u hoopt om in code groen van start te gaan in het hoger onderwijs. Dat zegt natuurlijk niks over de mondmaskerplicht en ook niet over het leerplichtonderwijs, zeker het secundair. Dan is mijn vraag aan u, gezien de vaccinatiegraad die we normaal zullen bereikt hebben tegen 1 september 2021, kan u ons nu al toch op zijn minst garanderen dat u uiterste best zal doen om het schooljaar in het secundair te laten starten zonder enige verplichting van mondmaskers? Collega's, het wonder is geschied. Voor de eerste keer maak ik hier mee dat dit parlement kamerbreed het eens is met het Vlaams Belang en dus ook met de studenten. Het enige wat mij niet gelukkig stemt is dat u, minister, wel doof lijkt voor die kritiek. U zegt dat altijd, dat u gesteund wordt door de hele sector, maar ik zie toch iets anders. Het parlement heeft kritiek op uw beleid, de VVSG heeft kritiek, de Vlaamse scholierenkoepel heeft kritiek, het kinderrechtencommissariaat heeft kritiek en dan zwijg ik nog over de kritiek van scholieren en studenten zelf op het coronabeleid in het onderwijs. De enige die er geen kritiek heeft op uw beleid, dat bent u zelf. En ik zal u een tip meegeven, zie het als een zomertaak of een herexamenopdracht tijdens de zomervakantie en wel deblokkeer eens enkele van die honderden, zo niet duizenden studenten die u wekelijks blokkeert op Twitter en andere sociale media. En misschien zal u dan ook zien dat er een andere realiteit bestaat buiten die van de Weidsbubbel.